Het goudbedrijf Nieuwmont Suriname heeft vandaag vacuümregelaars overgedragen aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Een vacuümregelaar is een apparaat dat gebruikt wordt om de hoeveelheid vacuüm of luchtledigheid in te stellen en te regelen. Het doel is om ervoor te zorgen dat een constante vacuüm wordt behouden, ongeacht de beweging van gas door een systeem. Hetgeen zorgt voor onder meer een stukje veiligheid in het ziekenhuis. Deze regelaars gaan naar de intensive care unit van het ziekenhuis. Volgens Albert Ramdien van Nieuwmont heeft het bedrijf veiligheid van de werknemer en van de samenleving heel hoog in zijn beleid. Dus het is vanuit die inspiratie, en ik ga er heel snel over, maar het zijn echt fundamentele normen die bij het bedrijf leven. Omdat we willen zorgen dat iedereen die bij het bedrijf werkt en de families die natuurlijk daar onderdeel van zijn, dat ze wanneer ze komen werken, ook veilig terug naar huis gaan en zo veilig mogelijk werken, zodat ze zonder ongelukken weer huiswaarts kunnen keren. Dus dat is voor het bestand aan werknemers die we hebben. Maar we hebben natuurlijk een bredere verantwoordelijkheid. Wij maken gebruik van dit ziekenhuis als bedrijf, onze werknemers. Maar er is een bredere verantwoordelijkheid vanuit het bedrijf om ervoor te zorgen dat er ook dat de gemeenschap in veiligheid, in goede gezondheid leeft. En dit is een kleine bijdrage die we doen aan de IC unit. Is belangrijk voor ons omdat we weten dat soms kleine investeringen een enorme belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid en het overleven van patiënten. Dus ik hoop dat wat we net gehoord hebben van dokter Ramdani, dat het inderdaad zo zal blijken dat de patiëntenzorg, de kwaliteit van de zorg, zwaar verbeterd wordt en dat dus de kansen op beter worden ook daardoor verbeterd wordt. De leiding van het ziekenhuis is heel blij met deze geste. Claudia Marigaridan, algemeen directeur van het AZP, zegt dat hiermee weer een stap vooruit is gemaakt voor de instelling en de patiënten. Het Academisch Ziekenhuis is zeker voor 60% van ziekenhuiszorg verantwoordelijk en met name voor 80% verantwoordelijk voor de intensieve zorg in geheel Suriname. Dat houdt in dat wij in het Academisch Ziekenhuis in staat zijn om intensieve zorg te leveren in een multidisciplinaire zorg. Het gaat om complexe zorg, het gaat om heel zieke mensen. Intensieve zorg is heel dure zorg. Het is niet makkelijk voor het Academisch Ziekenhuis om die zorg beschikbaar te stellen op kwalitatief hoog niveau. Vandaar dat wij altijd dankbaar zijn wanneer wij gestes krijgen zoals deze van Nieuwmont om weer een stap vooruit te kunnen doen. Nieuwmont behoort dus nu ook tot een van onze bevriende relaties, een van onze bevriende multinationals. Ik zei het al, omdat die zorg heel duur is, hebben wij in principe altijd donaties nodig. En voor ons hopen wij en we rekenen erop dat met Nieuwmont nu als een van onze bevriende relaties, dat wij verder in staat zullen zijn om die zorg te kunnen bieden aan de samenleving. Intensieve zorg bestaat niet alleen op de afdeling intensive care waar we dus vandaag hier zijn, maar we hebben ook andere afdelingen. De NICU-afdeling, neonatale intensive care units voor de pasgeborenen, die doen een geweldige job. We hebben de PICU, de pediatrie, dat is voor de iets grotere kinderen. Vervolgens hebben wij ook onze CCU-afdeling, is coronary care unit, is voor dus mensen met hartaandoeningen. En vervolgens zullen we dus eind oktober gaan wij dus onze lang verwachte strookunit ook openen. En dat betekent dat we op een gegeven moment ook nu voor de mensen met bijzondere neurologische aandoeningen die ook high care zorg nodig hebben, zoals de CVA's in de volksmond, zijn we dus, dan kennen we de beroertes. Dat is wat men dus altijd zeggen, mensen binnenkomen met een beroerte, zullen wij dus in staat zijn om ook op een veel hoger niveau zorg te bieden aan dus deze groep patiënten die dus die zorg behoeven. Claudia Marigaridan, algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het goudbedrijf Nieuwmont Suriname heeft vandaag vacuümregelaars overgedragen aan het AZP. De schenking heeft plaatsgehad in het auditorium van het AZP.